Lekker vervolgd. Vier. Ik heb je. Vier. Dat is schitterend. Twee. Klopt. Arad, Arad! Hij staat. Dus zo. Dat gaat berustig. Oh, ja, Els, ik heb je ook. Ja, we zijn wel, we staan goed, hè? Het was strategisch. Goeie plek. Lekker warm, baby. Wel lekker warm. Ja. Kijk. Ja, spring uit. Er komt nog meer aan. Ja, klopt. Kijk, dit is een goede jas. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Ik heb ook op je hoofd, de rest is prima. Nee, maar die moet daar blijven. Maar die Selfie. Zo, je bent lekker hoog. Wat is dit? Kom maar. Kom kijken. Oh, wat is dat? Nee, hij gaat. Hoe zit hij nou? Oeps. Kleintje, zie je? Ja, echt een hele leuke signaal. Maar echt waar, geweldig. Oh, daar is het, hè? Els? Ja, daar is het. Oké. Gaan we? Ja, neem me mee, hoor. Ja, neem je mee. Ik ga het zitten. Ik ga even wisten oproepen. Kom! Ik moet er vooruit uit, ja. Kom, ik ben er een aapje voor. Ik was er niet mee geweest. Ik zag gewoon zien. Nee, ik heb hier even een aapje. Oh, een modelletje hoor. Kijk dan goed. Kom op, die zijn gelijk. Ik heb hier van buiten. Zie je? Dat is het. Nee, je mag nou aan. Ja, ik mag bouwen. Wow. Wat is die nou? Kijk, mam. Nee.
Zit jij, ga er naast staan een beetje? Ja. Nog eentje erbij? Wow! Bam, bam, bam! Zit jij? Ik heb bellen wel los. Draai maar ik heb bellen wel los. Ja, dan moet je spelen. Nou, de water dan. Gaan we zo pakken? Nou, goedemiddag allemaal. Welkom bij Landgoed Hoenderdaal. Voor de mensen die het nog nooit eerder magisch gevoerd hebben hier, hebben we een aantal regels. De maakjes sowieso niet aaien. Het is slecht voor hun vacht, zeg maar. Zodra mensen ze aaien, dan gaat een bepaalde vetlager af, waardoor ze niet meer waterdicht zijn. Dus als ze dan in de regen zitten, dan loopt het helemaal door hun vacht heen. Dan worden ze krijgst koud. Zometeen kunt u bij mijn vrijwilligers kunt u appels krijgen. En als u gewoon langs de lijn blijft staan, dan zullen ze allemaal op uw hand wat appel neerleggen. Graag voer hem vanaf de open hand. Zodra u dicht doet, heb je toch de kans dat de maakjes toch een beetje vervelend groen gaan trekken aan de vingers. En ze kunnen dan eventueel bijten, doen ze niet gauw, maar staan hem gewoon vanaf de platte hand, dan is er niks aan de hand. En voor de rest veel plezier. Dan gaan we beginnen met de vloer. Dus ga goed rechtop staan. Ja, gaan we doen. Doe zo je hand op. Doe je hand dan zo op. Ja. Labba! Volg je! Ze zit er helemaal onder. Mag ik ook een appel? We gaan even die kant op. Nee, kijk, daar zie je mij! Waar is jij van de vrouw? Hey! Ja! Schitterend. Ja, dat kan ook. Ja, dat kan ook. Erbij is het genoeg. Oh, ik dacht je pakt een. Nee, het was helemaal. Kom maar. Dank u. Kom maar. Jij moet ook aan het werk. Kijk. Ja. Yay. Kijk nou, hoe zit het erachter? Bij jou zit er weer een. Ja? Ja, ik denk het wel. Mag ik er misschien een paar? Ja, tuurlijk. Dankjewel. Wegwezen. Wat was jij? Ik had er nog wat. Ja, samen delen. Ja, kom eens zitten. Ja, daar is goed. Wat? Ja, leuk, hè? Goed. Gaan we vechten, hè? Dankjewel. Ja. Ik weet ook niet wat hij aan het doen is. Wat is hij aan het doen?
Goedemiddag allemaal, welkom bij Landgoed Roenendaal. Voor de mensen die het nog nooit eerder magisch gevoerd hebben hier, als je gewoon langs de lijn blijft staan, dan zullen ze allemaal op je hand wat appel neerleggen. Graag voering vanaf de open hand, zodra je dicht doet, heb je toch de kans dat de magisch toch een beetje vervelend groen gaan trekken aan de vingers. En ze kunnen dan eventueel bijten doen, ze niet gauw, maar staan gewoon vanaf de platte handen, is er niks aan de hand. En, voor de rest veel plezier. We gaan beginnen met voeren. Even heel de bank vol. Ja, dat is wel een heel de bank vol. Ja, dat is handje open! Handje open! Ja! 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 Ja